Hey, kijk eens mijn kanaal. Mijn naam is Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Call of Duty. Ja, oké, we hebben de naam vergeten. En we gaan weer lekker proberen te winnen natuurlijk. Ik ga lekker achterover zitten op mijn stoel. Lekker kot spelen. En volgens mij staat het geluid een beetje heel hard. Dus die ga ik even wat zacht doen. Die zit ook heel hard om een of andere reden. Oké, volgens mij zit het wel beter voor jullie. Ja, dit is goed. Dit is prima. En dan ga ik proberen te winnen. We gaan natuurlijk altijd proberen te winnen. Zoveel mogelijk kills maken. Even kijken naar iedereen. Iedereen heeft bijna een andere. Behalve één iemand. We gaan weer lekker met dit wapen. Dat is ons eerste wapen met deze serie. Dus dat gaan we lekker. Dit is mijn favoriete map, by the way, dames en heren. Deze map vind ik zo chill om te doen. Eerlijk. Deze map doet me een beetje denken aan Radiation op Call of Duty Black Ops 1. Oké, daar zit er al eentje. Dat zag ik. Oké, daar gaan we niet meer fucken. We gaan gewoon lekker de omweg nemen. Dan gaan we lekker zo. Oh, snap! Wat? Hoe kon hij dat weten, joh? Dat hij het zo... Oké, hij heeft een goede reflex. Hij heeft een goede reflex. Daar ben ik heel eerlijk in. Oké, ik zag je wel. Ik kan het doen zo. Oké, die is dood. Mijn god, hé! Oké, we gaan nu al slecht. Oké, meneer. Kijk, ik heb een kill. Nee! Toch misschien... Maar wat de muur rennen is zo... irritant. Gewoon... Oké, we gaan nu eens een keertje zo, want daar heb ik het even zat. Oké, ik schoot hem even raak. En hoe dan? Ik heb ook fucking veel damage bij diegene gedaan, joh. Jezus, man. En ja, dat wordt ook nog gehackt. Lekker dit, hoor. Lekker. Ga zo door, kot. Ga zo door, team. Echt, alles gaat goed weer. Oké. Ja, cool! Fuck op, echt rot op! Ik kan er zo boos om worden, joh. Oké. Ja, hoe dan? Ja, rot op! Hoezo ben ik nou weer bijna dood en hij niet? En, oh, lekker hoor. Die was mooi. Dat was een lekkere kill. Headshot, comeback, nice. En iedereen die zegt ook niet... Kom op! Kutspel. Oei, die is er dood. Ik zag hem ook, jij zag mij ook. Die is al dood, denk ik. Oké. Fuck man, hebben we hun ook? Oh, level 7, nice. Oké, level up, oké. Come at me, boys, come at me. Oké. Kom maar op, kom maar. Volgende, please. Oké, nee, nu moet ik niet stoer gaan doen. Double kill, nice. Hoppakee, kut Chinees. Oh nee, dat was racistisch van me. Zo dat ik dat zei. Zo bedoel ik het helemaal niet. Ik hou van Chinezen. Het zijn heel hartstikke aardige mensen. Nee, eerlijk. Ik heb Chinezen die zijn hartstikke aardig. Nou, hij is geen Chinees, maar hij is Aziatisch. Oh, hij is ook racistisch. Nu noem ik alle Aziaten Chinezen. Nee, zo bedoel ik het niet, dames en heren. Niemand is er... Ik bedoel, geen racisme is slecht. Oké, dan laat het daar houden. Ik ben geen racist tegen niks niet, hè. Echt, ik ben... Jezus, man, hé, wat kan dat wapen rennen? Zo, de UE. Oh, we staan tweede. 8 om 9. Slecht. Ik moet mijn ratio opkijken naar 1. Dat is wat ik wil. Oké. Dat is het gevaar met YouTube, hè. Dat je de verkeerde dingen zegt. En er kan er gewoon echt een hele chaos ontstaan. Omdat je... Zo, de UE. Mijn been is eraf door de baaf. Gek, waar? Zo, die heeft me even in de benen geraakt. Goed pistooltje. Die kan je niet halen bij de Bart Smit, denk ik, zo'n pistool. Zo, het kost wel 10 euro, denk ik. Als het niet meer is. Ja, jezus, man, er zit er weer met een pistooltje. Die moet ik ook hebben. Holy. Doet die nou? Gekke kerel, wel. Oh, what the fuck? Laat me. Oh, een care package! Oh, mijn god, hé. Oh, my god. Lelug. Wat is dit? Weet iemand wat het is? Wat moet ik hiermee doen? Nee, kut. Oké, heb ik er nog? Oké, nice. Wat is een dart? Wat moet ik ermee doen? Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik moet nog gooien, maar... Ja, maar ik schoot hem nu al. Ik weet niet wat dit fucking is, man. Dit ding. Ik weet niet hoe ik ermee moet spelen. Ik gooi. Ik wil het niet verpesten, want misschien is het hartstikke goed. Ah, mei. Weet je wat? Dan gooi hem gewoon in de lucht. Hoppakee. Zie maar lekker wat hij gaat doen ermee.
Hoppakee, we gooien gewoon daarheen en dan zie je me wel. Oh! Dit ding is fucking goed, joh. Ja, jezus man, gaat hij gelijk kapot of zo? Wat een rot ding, hé. Wat een kut ding is dat, zeg, zo'n dart. Die ga ik niet meer gebruiken. Ik zag je wel. Je moet die grip op hebben. Je moet grip op. Dat vind ik tenminste. Zo. Geen hitmarker? Oké. Okay. Oké, okay, die hebben we. Comeback, nice. Niemand hier. Misschien nog iemand in? Nee, niet. Oké, okay, mooi. Gaan we weer gewoon even campen. Gaan we even campen. Even campen. Gaan we zo. Ik denk dat ze meer hier van. Nou, ik denk dat ze meer daar vandaan komen. Dus ik gooi een flashbang. Nee, geen hitmarker. Oké, okay, daar komt er eentje hierin, denk ik. Nee, niet. Oké, okay, er is iemand in. Er is iemand binnen. Er is iemand binnen. Holy shit. Oh mijn god, dat zag ik helemaal niet, hè? Toen hij daar stond, eerlijk. Maar hij zag hem ook al aankomen of zo. Oh, 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 die kerel die kan spelen. Die kerel die kan spelen. Dat is duidelijk. Hop. Assist! Kutspel. Oké, gewoon, dat ging maar net goed. Maar het is wel een headshot. Oké, okay, 10 om 16. Dat is echt dramatisch. Oh shit, hé. Hey. Ah man, ik kon geen kant op, joh. Maar misschien moest ik sneller schieten, dan had ik hem wel, maar ja. Het is niet anders. Oké, okay, ik zie je wel, ik zag je wel. Hé! Hey. Oh! Hoezo, jongen? Echt, oké, okay, we hebben gewonnen! Wiep, wiep! Oké, okay, nice, nice, nice. Oké, okay, Magic Speed bonus. 370, mooi. Zo, jongen, die kill die kan spelen, volgens mij. Wajo, die kan spelen. Die heeft even kill. Starflyer. Ah, 25 om 7. Ja, die kan spelen. Zal ik in de top 3? Nee, top 4. Kipsoep. Oh, goed gespeeld. Jullie drie. Jullie hebben het team laten winnen. Die Starflyer is een Turk. Dat is duidelijk. Uit de Turkse vlag. En Turk is een tag. Nou, hij is tenminste trouw aan zijn land. Weet je? Hij is trots. Dat vind ik goed van hem. Maar dat moet hij lekker zelf weten, toch? Vind ik. Ik bedoel, ja, ik weet niet wat ik nu allemaal zeg. Dames en heren, ik zie jullie het volgende potje weer. Tot zo. Oké, allemaal, hier ben ik weer. En we gaan weer Lex spelen op mijn favoriete map. Die we net ook deden. En, ja, moeten we tegen die ene Turk. Volgens mij is hij geliefd. Star. Ja, hij is geliefd, ja. Chill. Maar, nou, ook weer niet chill. Want als hij bij mij zat, dan hadden we gewoon gewonnen. Want die kerel is fucking goed. Die weet hoe hij moet spelen. Maar hopelijk hebben we goede teammaten in terug. Oh mijn god, er zijn een paar prestige hoor. Eentje is tweede prestige van de tegenpartij. En we hebben drie keer eerste prestige. Dus op zich wel goed, op zich wel goed. Ik kan niet klagen, mag niet klagen. Oké, okay, we gaan door. Ik volg gewoon die prestige kerels. Nee, niet, laat maar. Ik ga gewoon mijn eigen kant op. Oké, okay. Ik denk dat hij hier zo meteen eentje van gaat zitten. Dat zeker is. Nee, nou, ik zie er ineens zitten, dus... Mijn geduld raakt op. Oké. Okay. Meestal is het zo dat ze nu al bij de andere kant zijn van ons. Dus dan wij lekker counteren. Misschien een beetje counter spelen. Oh mijn god, daar hebben we de eerste. En die heeft al gelijk een double kill. We komen met z'n 2 op 1 en toch verliezen we het. Nou, met z'n 3 hè. En dan gaan ze dood. Oké. Okay. Ik heb wat damage bij hem gedaan. Leeft hij geen... Holy shit. Holy shit. Locus. Ik ben benieuwd. Lol, wat een kutwapen. Ai. Die Locus is echt een klote wapen, joh. Het is wel een one-shot, one-kill wapen. Dat is chill, maar... Oké. Okay. Ai, jee! Ik dacht dat ik een goede tactiek had. Fuck mijn lijf. Oh my god, dit wordt een fucking lange aflevering weer. Ik zit nu al op 11 minuten te recorden. Fuck mijn lijf. Ja, dag! Lik mijn moeder, man. Hoe kan dat? Rot op, hé. Dat kan echt niet, hoor. Fuck op. Hoezo heb ik geen flashbang? Oh ja, die heb ik natuurlijk vervangen voor grip. Ja. Kom op, hé. Ik kan hier zo gek om worden. Dit maakt mijn levensmoe. Dit soort dingen. Yes, ik heb hem. Oh, dikke killsteel vimpen. Nou! Zo, dat blijft even een dikke triple kill, joh, die Anto.
Oh, dat ga ik ook doen. Oh, get wrecked, boys. Got the squad going up. On a Tuesday, got the club going up. On a Tuesday, got your girl in the back as she's choosing. Doei. Hey, Mari Locus. Go, 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 squad goals. Go, go, go. Hier komt er eentje in, denk ik. Weer met z'n locus. We gaan hem pakken. We gaan hem in zijn kont pakken, jongen. Oh, hij gaat zoveel pijn hebben in zijn anus. Oh my god. Zo. Die gaan we even pakken. Die gaan we even hard pakken ook. Ja, je bent erbij, meneertje. Hij is... Fucking camper. Hij weet gewoon dat ik kwam. Hij wist gewoon dat ik kwam, volgens mij. En hij deed het gewoon. Oké, wat is dat hier? Zagen jullie dat? Zagen jullie dat? Ik wist het, jongen, lordy man. Nu is het mijn plekje, mijn wapen. Oké, nee, nu gaan wij campen, hoor, mannetje. Nu gaan wij campen. Oei, oh, ik schrok me dood. Hij is er weer. Wow, zo de UA. Ik schrok me kapot, joh. Hoe kan hij zo snel daar zijn? Nou, hij is spannend, denk ik, heel erbij. Maar why, yo. Lek mijn body, girl. Oh, mijn god, hé. Oké, we gaan hem weer pakken. Ja, je bent erbij, mannetje. Dit gaat echt open neer, joh. Fucking mooi. Oh, nee. Hallo, bemoei je er niet mee? Dit gaat tussen mij en hem. Wat gaat de kutwijf mee bemoeien? Nou, dit is het verkeerde huisje. Hij zit aan de andere kant. De andere mensen... Hij zeker, hij had me... Ja, oh. Hij heeft me weer te pakken. Hij heeft me de hele tijd te pakken. Echt, het enige wat me nog boeit is hem killen. Dat is gewoon het enige waarvoor ik nu nog leef. Oké, wie was dat? Daar zit hij. Hou je bek! Ik schoot 10 miljoen kogels in hem en die kerel die blijft gewoon nog staan alsof het niks is. Jezus man, hij zit me gewoon leven te verbranden, joh, die gek. Zo, met een vlammenwerper aangekomen. Gek het. Oh shit, ik weet niet meer wat dat heet. Sniper, no shit, dat is uitsluiten. Je bent dood! Oh, hoe kan ik daar niet dood van gaan? Echt, ik word zo gek van mijn leven, hè. Serieus. Echt, de abonnees komen er maar niet bij. Alles gaat gewoon fout. School gaat fout. Hij heeft me weer te pakken. Hoe kan hij zo goed zijn? Hoe kan hij zo lang richten? Ik moet nog 20 seconden erbij over doen. Om hem voor alles goed te krijgen. Ik ben net... George Clooney, ik weet niet meer hoe ik dat zeg. Oh mijn god. Nou, ik word zo boos. Kom op. Ik stop met dit spel. Echt, klootspel is het zeg. Jee, me even verliezen hard. Oh, Seisenhausen zeg. Holy shit. Assist? Nou, dat is het. Oh mijn god. Metal War. Oh, je krijgt gewoon nooit de tijd om eventjes iets te doen, weet je. Had je wel bij de vorige kort. Kun je nog even een wapenbak, even de tijd nemen en zo. Maar nu... Je bent echt een dom wijf. Jezus, wie doet dat nou, joh. Bijna een bom tegen mijn kop aangeplakt, joh. Zo, jongen. Die gaat pijker gaan aan. Dat is morgenavond. Zo. Zit hij er? Hij is weg. Oh, nee, daar is hij weer. Holy shit. Dat zal ik even niet aankomen. Oké, okay. Hij ging via de trap. Dus ik denk dat hij hier weer komt. Gaan we het zo doen? Gaan we echt deze risico nemen? Of gaan we gewoon hier weg? En nemen we zijn wapen mee? We gaan hier gewoon weg en nemen zijn wapen mee. Eerlijk, zo vies zijn wij wel. Zo zijn... En dan, we wachten even. En als hij zeker weet, daar weer terug. En dan gaan we hem weer pakken. Hij mag niet doodgaan in de tussentijd. Oh, lol. We hebben al verloren. Oh mijn god, wat een potje. We hebben verloren, maar ja. Uiteindelijk was ik degene met de laatste kill tegen hem. En hij niet tegen mij, dus ik ben tevreden. Oké, okay. Yo, die ziet er hard uit. Die ziet er echt hard uit. De tegenstander, hè, die doodging. En je Belg, Duvel 15 is een Belg. Zo, jongens, hij is zo, zij... Eerlijk, zij heeft een dik lichaam. Hé, hey, zo, groot wapen rechts. Oh, mensen, toch, wat zijn we toch weer goed, hè. Anto, wie is Anto? Waar is Anto? Ik zie Anto er niet tussen staan, jullie wel? Nou, boeie. Ik zie Anto, oh daar staat Anto. Oké, nou goed hoor Anto. Goed hoor, dikzak.
Oké, dames en heren. Ik jullie allemaal graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Call of Duty Black Ops 3. Vond je het nou leuk? Beloon hem dan alsjeblieft een blauw duimpje, klik op abonneren. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer met een...